respect, man. Echt. Ik heb kunst uitsparen direct, hè. Nu nog één iets sparen. Ik zat rust in mijn mond en ik moest slikken en kwam. Ik snap dat mensen nu stoppen, want... Wat gebeurt? Ik voel het echt op mij. 18 seconden. Sparen. Ja, ik ga doorgaan tot ik ga sparen. Echt? Ja, echt waar. Aight, daar is, welkom bij een nieuwe video. En vandaag zijn we dus in Sint-Martinus Heem, deelgemeente van Aalst. Ik ken steden, dat is altijd lastig natuurlijk. Ik ben vandaag bij Seba hier, we gaan meedoen aan de... take it away bro, take it away. Wat gaan we doen? Bitterballen, eetwedstrijd. Mijn allereerste officiële wedstrijd. Vorige week is een video opgenomen, de Lunapark video. En Andy was ook toen langsgekomen. En ik had hem de dag erna gestuurd van, yo, dikke machine, dat je langs geweest bent. En hij stuurt mij een heel voice bericht over dat hij vandaag het bitterballen contest organiseert. En wij gingen normaal gezien, vorige week, frikandellen gaan chappen. Het is echt meant to be, man, dat we nu vandaag in Sint-Martinus Heem zijn. We zijn denk ik 20 deel. What the fuck, bro? Ineens een hele slijme dinus. We hebben ook ons supportteam bij. Kom, Seba, go! Wat denk je dat dat zijn? Bitterballen! Bitterballen! Ik heb stress in uw plek, man. Jullie gaan straks de setup zien. Het is echt, echt. Dit is te random, man. Letterlijk op 20 minuten hebben wij beslist dat we deze gingen doen. Ja, maar er is een gast die dus al 2 jaar na elkaar meedoet. Ik wil net zijn toekomen. Maar hoe weet je dat hij dat is? Omdat hij die beker vast. Zoals UFC, zo. Ja, doet dat. Maar ik denk dat het record momenteel op 100 bitterballen stond. Oeh. Mensen gaan echt raar kijken dat we een camera bij hebben. Ja, maar hij heeft al betaald. Ah, je hebt al betaald. Ik weet niet waarom dat zij dat zeggen, maar ik heb helemaal niet betaald. Wat? Dat was goed. Hoe leuk dat jij dat er zegt. Wil jij anders even kort de spelregels uitleggen, of wat? Bitterballenfestival, elke 10 minuten krijg je 5 bitterballen. Die 5 bitterballen moeten op zijn in minuut 1 of minuut 10. I don't give a flying fuck. Maar uw mond en uw bord moeten leeg zijn. En hij gaat deelnemen. Nee, hij is het deelnemer. Ik heb gehoord dus dat de vorige winnaar 100 bitterballen heeft gegeten. En dan zijn er 3 uur aan het eten. Klopt, volledig. Maar het is ook een slow food evenement. Net als gewonnen. Hey, next level zit ik op. Hè. Je mag niet overgeven, dat is verboden. Je mag de tafel verlaten, maar dat gaat altijd vergezeld worden. Ik ga jullie begeleiden naar jullie tafel. Is hij de winnaar van vorig jaar? Ik ben niet de winnaar. Niet de winnaar? Ja, wel de recordhouder. Maar dat gaat ook straks allemaal uitgelegd worden. Dus kun je dan direct een tactisch steekspel beginnen. Ik communiceer met de concurrentie. Dus, voor ons, of niet? Maar bij die ze volledig open doen, erbij die ze binnen een minuut alle 5 naar binnen spelen. En dan gaat er die mayonaise erbij pakken, dat er een pintje bij drinken. De ene zijn dat kik is zo en de andere niet. Ik drink totaal niks. Dat lijkt me ook het logisch om niet te drinken. We hebben besloten dat jullie ook gaan meedoen. Ze eet keigraag bitterballen. Het formulier afgegeven is bindend. Wacht tot ze de regels leest. Wie heb je net gehoord dat je die aan de tuin is? Je kunt dat dan zeggen tegen de kinderen. Hebben jullie echt ingeschreven? We gaan dat doen, ja. Oh, mag deze. Ik denk dat ik al een techniek heb. Precies, niet te luid, niet te luid. Ik had dat gewoon niet gecalculeerd dat wij 3 uur gingen moeten zijn. Letterlijk. Minstens, hè. Wat had toen dat gezegd? Miss Belgen is hier. Ik dacht, heb ik Celine Vloedsel is net terug single. Let's go. Wat is de kans denk ik, dat Seba deze kan winnen? Ik denk echt dat Seba kan winnen. Vriendelijk verzoeken naar de tafel kunnen te begeven. Er zijn mensen die deelnemen. En er zijn er wel wat. Ik zal drinken allemaal. Ik ben niet gekomen om te verliezen, dus we zijn wel eens een beetje... We hebben de beste view. Ik zal heel even kort schetsen wie dat hier allemaal aanwezig is. Ik ga beginnen met de, op dit moment, titelverdediger, met hoeveel bitterballen? 94. Dat is niet weinig, Kurt. 96. Dat denk ik dat jij dat er meer gegeten. Dat is een ander jaar. Want we doen dit al 12, 13 jaar lang. Maar dan, daar zit hem op de hoek, jongens. Op dit moment, de recordhouder van ons bitterballenfestival, Davy Bert, met hoeveel bitterballen? 100 stuks. 100 stuks. Aan de kassa heb je ook nog daarboven een vaas. Gratis deelname, 1 keer 5 personen, tombola. Hoeveel pingpongballen zitten er in die vaas? Voor de mensen die deelnemen. Jullie krijgen elke 10 minuten 5 bitterballen. Ik zie die mensen bier drinken. Ik heb ook wel zin in bier, maar ik weet niet of dat de right way to go is. Tempo dat ik bier drink, ben ik paardenlam tegen het einde van die wedstrijd. Als je moet overgeven, het is nog nooit gebeurd, maar als het moet, dan gebeurt dat in de zak links van u. Een klein applausje voor de vrouw in ons midden, lieve mensen. Man, ik die zwaar afgaan. Alright, smakelijk iedereen. 10 minuten gaan we staan. Yeah.
Wat is de tactiek? Om af te koelen. En dan ga ik zo vrij vlot opeten en dan laten zakken. Zie maar wat niet disturbed worden. We moeten 3 uur eten, die eerste 10 minuten wachten we af. Ik vind het echt lekker. Ik ben echt content. Sas, het grijzelijk lijkt mij niet vies van Sas. Ik wil zeggen... Nee. Ik wil zeggen... Je hebt alles al binnengespeeld van. Binnen een minuut zijn die op. Het probleem is gewoon de wachttijd dat er telkens tussen zit. Dus nu heb je een minuut gegeven en dan moet je 9 minuten wachten. Als jij dan wacht tot op het laatste zit al met 18 minuten wachttijd. En dan zeg je maar op den duur, want het is genoeg. Dit 3 uur. Ik zou ook meegedaan hebben, moest ik beter vallen dan lachen. Maar frikandellen had ik wel gedaan. Slim. Afblijven, laatste waarschuwing. Dit is voor de serieuze. Op dit moment staan we nog 15 bitterballen opgegeten. Dus is de guy buiten gaan roken en heeft zijn bord daardoor niet kunnen opeten. En nu is hij gedisqualificeerd. We zijn er nog. Deelnemen is belangrijker dan Allee. Mag je die hebben dan of niet? Gedisqualificeerd. Hoe komt dat? Mijn bord was hier op tijd leeg. Oh, nee. Ik mag roepen dat ik de man is zijn mama. Top mij. Misschien niet getrouwd zijn. Ik zou dat direct doen. De eerste afvaller is gebeurd. Ik ben blij dat dat niet naast mij is, want nu heb ik wat meer plek. Zijn het teleurgesteld dat je gedisqualificeerd bent? Zeer teleurgesteld. Bij mij was het een beetje een verloren weddenschap. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Wat zegt de maag? Ik heb nog altijd genoeg. Maak het best dat je de 30ste mee. Dat is wel sick toch. Er zijn er juist nog facts geweest. We hebben gewoon iets leuk gevonden. Ik heb een cadeautje met erin. Helemaal op het einde is de big one, hopelijk. Tillery was de shiny van de pack. Hey, maar los van dat het echt kut slechte kaarten waren, toch dankjewel, boys. Ah, ik ga doorgaan tot ik ga smogen. Echt? Ja, echt waar. En hoe voel je zo van eigenlijk. Ja? Het is gewoon warm. Ik zie hier ook hele mooie dingen. Is gedaan? Kan niet meer. Spijt me. En Jan van Marken stopt er ook mee, lieve mensen. Sorry. Wat is eigenlijk het record dat er al van vrouwen het aantal bitterballen gegeten hebben? Bij vrouwen denk ik dat we op 43 zitten. Oh, en hoeveel heb jij er al binnen? 40. Nog 2 rondes volgen wij het record al. De officiële wedstrijd gegeten en 55 thuis op de oefenwedstrijd. Dus eigenlijk 47. Ja, excuses. Ik snap dat mensen nu stoppen, want wat gebeurt? Ik voel het echt op mij. Moet ik straks gaan lopen aan of is dat nog niet? Nee, ook niet. Je bent afgevallen blijkbaar? Ja, ik ben afgevallen. En het gevoel dat je moet spagen of niet? Nee, dat niet. Voor mij best oké, maar ik ga het lot niet tarten. Na 25, 30 stuks. Maar dat snap ik. Dan is het geduld. Dus niemand die dat kwalijk kan nemen. Dat is echt goed. Ik vond het top. Oké, de next portion. Ça va? 3, 2, 1. Dat hoef ik best niet wel. Bro, als jij wilt stoppen, moet je stoppen. Dus ik ga eens gaan checken bij de concurrentie. Boys, wat is de status? Niet goed. Mottig. Mottig antwoorden? Ja, zo ja. Hoeveel heb je er al binnen nu? Als we die binnen hebben, 50. Oh, en winnaar. Oh ja. We hebben niet gewonnen, hè. Hoe voelt u? Op 50 kun je nog niet lacht hebben eigenlijk. Lukt het nog? Zeker weten. Hai, man. Op gemakken doorreden. En hier boys, alles goed. Jij bent wel aan het drinken en aan het eten aan tegelijk. Ja, ik vind dat je lekker dus. Wat is jullie horoscoop? Boogschutter. En denken jullie dat dat gaat helpen om jullie te doen winnen? Absoluut niet. Pak nog een applausje voor de vrouw in ons gezelschap. Ja, hey. 50 bitterballen binnen. 50 bitterballen. We gaan even verslag doen bij C waar de adres aan het fumbelen is. Iedereen is zo van, ik heb het gehad, ik ben bijna klaar. Dus ik ben ervan overtuigd, als je er nog 20 chapt, dat je echt in de top 5 zit, sowieso. Ik vind het ziek dat Jolien echt zwaar aan het knallen is al. Dat is de max. Want je simpel deed zo aan het zakken, maar hij blijft wel fretteren. Ja, wat zijn Joortje, is dat mental music? Hij is een serie aan het kijken. Dat is niet waar. Jawel, dat is er niet gsm echt waar. Deze denk ik niet dat nog gaat al 2 minuten. Hij heeft nog 2 minuten. Nee, moet je kunnen. Die gast die daar helemaal op het einde zit, hij is super zo van, het boeit me niks. Ja, maar 4 jaar geleden, die was aan het eten en ik zegt, voilà mannen, stop. En we moeten van gewoon stoppen. Zeg, als je nu nog een reden neemt, spaal ik zelf ja. Nog 1 minuut, bro. Seba heeft zijn truitje al uitgedaan. Seba heeft alles binnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Besef, iedereen die aan het kijken is thuis. Vergeet niet te liken voor de hostel die Seba aan het poelen is voor jullie. 50 bitterballen, ik word mottig als ik erover nadenk. Ja, ik ben al klaar. Hoe lang is het nog? 6 minuten? Meestal begin ik op 5 minuten te eten, maar ik weet niet of dat nog gaat lukken. Ga ik Seba verslaan? Stom spel. Ik ben niet verlaten. Ga ik kappen? Seba gaat opgeven, man. Je kunt ze uitspagen direct, hè? Nu nog 1 uitspagen. Ik zat rust in mijn mond en ik moest slikken en kwam terug. Bro. En Jolien is wel alles binnen aan het chappen, hè? Oh my god, Jolien! Jonas, je gaat opgeven nu na 55 bitterballen. Nee, ja. Dat wil zeggen,
dat dat man wijf in een top 5 zit. Hey. Je hebt al 50 seconden, broer. Broer. Lieve mensen, de voorganger van de Weba, de Seba, die gaat er ook mee stoppen. Alsjeblieft, doe dat. Sickmakers. Seba is quit. Smakelijk allemaal. Wel goed gedaan, bro. 55, beter van. En nu ja, nu gaan we wel moeten supporten voor jullie, want zij is het wel nog in de game. Ik vind dat knettergek dat jullie nog hadden. Die ging niet meedoen, die zit hier juist. Die ruikt die bitterballen en die denkt... Ik kan ook wel een bitterken of 50 eten. Frikandellen had ik volgens mij beter kunnen. Het is echt die pap van binnen dat me echt misselijk maakt. Het is even lekker. Goeie. Ik vind het echt lekker. Echt. Ik heb het niet vanavond. Op een gegeven moment was ik heel goed. En dan dacht ik, makkelijk. En dan op een gegeven moment ben ik uit mijn concentratie geraakt. En dan voelde ik ineens... Je hebt wel ergens gehoopt dat je ging winnen, toch? Ja, want ik had mijn geld gezet op u. Ja, ik zie het gebeuren, maat. Met een top 3 gaat weer hetzelfde zijn als elk jaar. Maar je moet toch heel graag bitterballen eten. Ik wil nooit meer bitterballen eten. Wat ik vooral moeilijk vind is, bijvoorbeeld frikandel, dat is volledig consistent. Dit is hup en dan slijmt dat zo aan je keel. En op een gegeven moment begint dat echt zo... Oh. Maar dat Jolien er nog in zit, dat vind ik onwaarschijnlijk. Ja. En die gast... Ja, dat kan wel even. Jullie zijn echt zwaar aan het struggelen en die mannen hier zijn gewoon zo... Oh, wanneer komt de volgende portie? Dat is gewoon een casual Saturday night, hè. Wat doe jij vanavond nog? 94 bitterballen aan het chappen. Ik heb er 63 op. Ja? De volgende portie is daar. Hey, wat moet nog één? Die moet nog opeten. Ik heb nog 40 seconden. Kom maar. Charles, denk dat niet iemand. Oh, binnen raam, hè. Lieve, doe dat. Dat zijn sowieso top 5. Dat zeggen 100% top 5. Als je spouwt, links spouwen. 18 seconden. Die stoppen, hè. Ho! 2-1. Lieve mensen. Onze zieger houdt het voor bekeken. Maar op de 5e plaats, deze juffrouw hier alsjeblieft met 64 bitterballen, alsjeblieft. Check het contrast tussen die drie boys en dan hij. Dat waren die elk jaar de top 3 eten. En buiten gewoon en ik zo, ja, dat gaat er niet in komen. En hij zo, wak, flash aan. Nu dat ik heb moeten boeren, kan ik er terug op eten, denk ik. Let's go, hoor. Nou. Ik heb jou verslaan. Vind ik. We gaan op naar de volgende wedstrijd. Als mensen het willen zien, tenminste in de comments, gaan we dus meer aan een speech-up-sessie. Ja. Oh, ja, laat mij 50 pinten atten, dat is iets anders. Wel het gaat bewezen dat je dat kunt, hoor. Dat is geen stress. Bro, wacht tot als ik de politie stand dan. Ja, die heeft hij ook. Hoe goed is dat, man? Ik dacht, what the fuck, man? Ze zijn van Jezus. Ik denk dat voor u was. Bitterballenfestival eindigt met ambulance. Voor zijn neus al, of wat? Ja. Ik ben vooral benieuwd. Wat denk je, weet je niet dat met de prijs naar huis gaat gaan? Ze is voor jij de winnaar? Ja. Echt? Ja. Wat is de stand nu? Nu is het 70. Normaal gezien, aan 70, dan zal ik je zo van de killeke mijn boven te komen kijken en naar beneden terug te gaan. Seba komt naar mij en zegt zo, ja, Mies, check deze. En hij zo... En hij opent zijn mond en ik zo vol met shit dat naar boven gekomen was. Bitterballenvulling. Maar echt fucking ranzig, bro. Groot Wilfried, alsjeblieft, je mag naar hier komen. What the fuck? Wat? En jij? In de laatste nieuwe mensen zitten 111 pingpongballen. En die twee mannen hebben 110 gezegd. Dus 1000 bitterballen, have fun, mannen. Dankjewel, mannen. Nu gaan de finalisten checken. Let's go. 80 bitterballen, so far. Is lekker. 4, 3, 2, 1, 0. Bitterbal 91, 95. Ze smaken altijd even lekker. Ik weet niet, hij is echt hard aan het struggle, man. Check hem. Even zo'n stuk bitterballen uit zijn mond. En broer, ça va? Ja, ik zag het. Uw tegenstander is er nu niet. Hoeveel denkt u dat je er gaat eten? Wordt je leeg? Proberen. Sick, man. 100 bitterballen. Dat is een maf. Hey, ik wens je nog fucking veel succes. Dus voor referentie te geven, deze is wat al die boys al opgegeten hebben. Ik ben de winnaar. Wat denk ik? Dus ze hebben net 105 bitterballen gegeten, elk. En Tashi en Jolien zijn nu de invallers voor de bitterballen te komen brengen. 10, 9, 0. De heren hebben op dit moment 105 bitterballen opgegeten. Dat is te weinig, hè? Kom maar, Kurt. Kom maar, kom eens hier naar de voren.
Wie denkt er dat Kurt het gaat aan? Woo! Is gedaan. Ja. Kurt die een binnen Monse uitspraak van tegen Ronen. Maar ik zie hem nog één. Ja, Kurt! Ja, ja, maar. Oh. Oh. Ja! 5, 106, 107. Kurt stopt ermee met 107 bitterballen. Woo! Simon op dit moment staat ook op 107. 108, sorry. Het is één ding om 101 bitterbal te eten, maar het is ook één ding om 101 bitterbal te eten en dan te verliezen tegen iemand die er 105 eet. Wel crazy of niet, eerlijk wakker. Dat is nog niet wakker. Dat was echt ziek waard. Was wakker. Ja, lieve mensen. Simon, als er nog iemand naast u zou zien, had er nog bij gekund? Nou, maar maximum nog 5, denk ik. Ja. 110. Dank u wel. Ja. 500 bitterballen, een beker en een biermanna. Troostprijs. Ja, oh, nee. Ik kom er nog af. Dat was 2 kilo 200 gram dat ze dus gegeten hebben, maat. Cool. En was echt lichaam. Goed aan kakken straks.